Vanmiddag nam hij afscheid, moest hij afscheid nemen van de Tweede Kamer, Wijnand Duivendak. Zelfs uw fractievoorzitter moest een traantje wegpinken. Ja, inderdaad, toen we daar zo in die zaal zaten, toch ook een zaal waar je gewoon 6,5 jaar lang gewerkt heb, geknokt heb, debatten heb gevoerd. En Gerry hield een erg mooie, bewogen toespraak ook over wat ik daar gedaan had. Ook bij mij brak er wat. Vindt u terecht dat u uit dat parlement bent geschreven, bent geduwd? Daar ben ik het echt niet mee eens. Mm-hmm. Ik vind dat mensen in onze samenleving, eigenlijk iedereen, een tweede kans verdient, een derde kans verdient en opnieuw moet kunnen meedoen. Wat je nu, en dat vind ik echt, dat doet me echt heel veel zeer, wat je nu ziet is dat het niet een discussie wordt van waar liggen de grenzen van het actievoeren, maar dat het een discussie lijkt te worden van wie is de volgende kop die we kunnen snellen. Gisteren ging de documentaire Bikkel van Leo de Boer in première. Ondertitel Je gaat dood, dus je kiest voor het leven. Het is een ontroerend document over het korte leven van Bart de Graaf, de tv-presentator en omroepbaas die in 2002 op 35-jarige leeftijd overleed. Een grote rol in de film is weggelegd voor Bart zijn zus Mirjam en zijn moeder Marianne. En die zijn hier allebei. Hoe was het gisteravond? Ik vond het vooral heel erg indrukwekkend. Ik had hem thuis ook al 2 keer gezien. Mm-hmm. Maar ik vond, ja, dit... Ja, u heeft echt, het er nu nog een beetje moeilijk ja, mee. Ja, ik had vandaag een niet zo'n goede dag. Ja? Ik roep heel vaak van... je kan een ontzettende hekel hebben aan Bart, de presentator op televisie. Maar ik denk dat gewoon alle mensen in Nederland... ongelooflijk veel bewondering hebben voor zijn doorzettingsvermogen. En als je deze film ziet, heb je dat nog 100 keer meer dan dat je dat al had. Maar hij krijgt een vriendin. Ja, maar ja. En daar vindt u geen fijne vriendin. Het is voor moeders sowieso al moeilijk, denk ik. Van ja, de ja. Toch? Nee, kijk, het ligt er dan natuurlijk ook nog aan wie... Ik bedoel, kijk, als je Bart neemt en hij is ziek, moet je wel goed voor Bart zorgen, vind ik. Mm-hmm. En dat weet ze niet. Nee. Mr. Frankie en Orange Grove. Even though you catch me laughing inside, it's still hurting. And I know. Circus, zondag is het zover. Het 4e seizoen van Gooise Vrouwen begint. 1,5 miljoen kijkers kunnen bijna niet wachten. Aan tafel de vrouw die de serie bedacht en de rol van de Amsterdamse Cheryl voor haar rekening neemt, Linda de Mol. Welkom. Dankjewel. Annette Malherbe zei, het is mooi zo. Ja, ze laat letterlijk en figuurlijk een behoorlijk gat achter in de serie. En in het eerste seizoen zag je dat Cheryl wanhopig op zoek was naar de motor aan de voorkant van haar Porsche. Ja. Ik heb een Porsche en ik wist ook niet dat die aan de achterkant zat. En dat is dus gewoon... Vanmiddag in een beauty farm en dan had ik zogenaamd, ik zeg er met nadruk, zogenaamd bij mijn bovenlip op laten spuiten. Ja. En toen zat ik met 2 van die soort tampons op mijn lip en moest proberen een gesprek met Claire te voeren. En toen dacht ik, ja, dat waren de scènes die normaal gesproken naar Annette Malherbe gingen. En nu mag ik ze spelen en ik vind het wel heel erg leuk.